Aan tafel Ramon Min, voetbaljournalist of sportjournalist en statisticus uit Vught. Ramon, volgt bijna maniakaal, zei ik net, Lionel Messi. Zo werd je even omschreven, ja. Als maniak. Ja. Fijne binnenkomen. En misschien ben je wel beter bekend als Messi-stads, Mr. Messi-stads. Leg uit. Ja, ik ben 7 jaar geleden met een account begonnen op Twitter, wat toen lekker groot begon te worden. Omdat ik merkte dat rond die wat was het, 23-jarige speler was zoveel te melden. Hij begon zijn doelpunten aan één te rijgen, records begon hij te breken, mijlpalen volgden elkaar een rap tempo op. Ik denk, dat vind ik interessant en daar moet ik iets mee. En Twitter bood een heel mooi platform om dat uit de doeken te doen. En inmiddels 7 jaar later is het een bekende term geworden in de voetbalwereld. Ja, ik zal je vertellen, ik volgde je en ik kwam er eigenlijk pas later achter dat een jongen uit Vught was die erachter zat. Ik dacht, dat is een internationaal account en het leek ook wel een beetje gelieerd aan de superster. Nou ja, ik hou het heel feitelijk. Hè. Ik ben, wat je zegt, ik ben journalist. Ik wil geen fan zijn die doorslaat en die hem ophemelt daar waar maar mogelijk is. Dus ik heb echt vanuit statistieken, vanuit cijfers en prestaties, kijk ik naar hem. En wat meldde je zoal? Nou ja, kijk, vanaf 2008-2009 onder Guardiola is hij een enorme vlucht begonnen als voetballer. En wat ik zei, zijn doelpunten die volgden elkaar echt in rap tempo op. En dan kom je ineens erachter dat hij op allerlei topscorerslijstjes razendsnel scoort. Dat records aan degelen gaan. Dat records uit de oudheid zelfs in zicht komen. Ja, dat vind ik heel erg interessant. En dat wilde ik graag op een zo goed mogelijk manier aan de wereld tonen. Ja, en de wereld was daar erg in geïnteresseerd. Ja. Je had, had meer dan 500.000 volgers in no time. Ja. Je hebt er nu nog 16.000 of 17.000. Zijn ze allemaal afgehaakt? Dat klinkt zo, is het niet. Ja, nee, wat je zegt, de Spaanse bond, of eigenlijk La Liga, de proforganisatie, die heeft me op een gegeven moment op de vingers getikt, omdat ik tijdens een wedstrijd een gifje plaatste. En dat is gewoon een bewegend beeldje zonder geluid van een actie van Messi. Maar dat was toevallig uit een wedstrijd van dat moment. Ja, daar zijn ze heel scherp op. Copyright. Precies, onschuldig dingetje eigenlijk. Maar omdat ik zo'n grote vis in de vijver was, dachten ze, hey, die pakken we nou eens aan. Dan zetten we meteen een voorbeeld naar alle anderen die dat ook doen. Van, dit tolereren we niet. Ja, en slotje erop. Twitter zegt, je kan niks meer doen en succes weer. Ja, dat is ontzettend balen. Je verdiende er misschien iets mee, maar niet veel heel mee. Heel veel waardering en aandacht, ja. Nee, het was op dat moment niet iets waar ik een salarisje uit haalde. Dat is ook nooit de insteek geweest. Maar ja, je staat wel even raar te kijken als je niks meer kan. Hè? En je kan 540.000 mensen niet meer bereiken. Dat is, op zich is dat. Daar was ik wel even een uurtje of 2-3 echt ziek van. Ja, dat zo makkelijk gaat het. Zij tippen Twitter van, hey, er gebeurt iets, dat mag niet. Ja. Want je hebt in principe een regel overtreden volgens dat was de ook reglementen. Zo. Ja, maar Maarten, als jij of ik het gedaan hadden, was er niks gebeurd. Nee, zeker. Maar ja, dat is waar. Ja, de grote vis. De grote vis. En ik heb echt een uur met iemand van La Liga nog aan de lijn gehangen. Een dag daarna om tekst en uitleg te geven. Ook om aan te tonen wat voor een account ik was. En dat ik zelfs al connecties had met het management van Messi. Dus dat zat ook een samenwerking aan te komen. Hielp allemaal niks. Konden die niks voor je betekenen? Nou, uiteindelijk ook niet. Want Twitter is gewoon een ondergrondelijke jungle van mensen, lijntjes, connecties. Je komt daar zo moeilijk tot de kern. En het kost je gewoon heel veel tijd en soms zelfs geld om voor elkaar te krijgen, wat ik heb geprobeerd, om het slotje er weer af te krijgen en om die volgers weer te kunnen bereiken. Dus ik ben in no time gewoon eigenlijk een nieuw account begonnen. En daar zit ik inderdaad nu al op 17.000 volgers. Daarnaast heb je maar ook eentje van Neymar en eentje van Suarez. Ja. Die zijn groter, want daar ben je niet voor op je nee, vingers getikt. Nee, daar doe ik gewoon heel braaf mijn ding, zou ik maar zeggen. Nee, Neymar is natuurlijk ook een geweldige speler. Nog jong, hè, 25, 150.000 mensen heb ik daar op dat account aan me gebonden. Dat doe ik eigenlijk dezelfde formule als bij Messi stats. Gewoon feitelijke informatie over Neymar. En dat is echt ook super interessant.
En Suarez hetzelfde, die is wat minder populair, merk je. Is natuurlijk ook al wat ouder, net zoals Messi. Mindere categorie natuurlijk, maar nog steeds een fenomenale speler. Het leuke was toen die drie bij elkaar in Barcelona speelden. Ja, toen had ik tijdens wedstrijden van Barcelona, ja, hoefde ik eigenlijk maar op drie knopjes tegelijk te drukken. En nu moet ik toch ook weer wedstrijden van Paris bekijken. En, ja, Maarten, ik zal je uitleggen waarom ik het heb over maniacaal. Ik heb hem hier eerder over gesproken. Toen vroeg ik aan Ramon, wat nou als Messi een belangrijke wedstrijd speelt en tegelijkertijd heeft je dochter de musical aan het einde van de lagere schooltijd. Toen moest je even nadenken. Twee seconden, Paul. Nee, dat... Dan moet ik wel, ja, ik kan inmiddels moeilijk zeggen, nou, dan laat ik dat Messi steeds helemaal varen. Dan doe ik even niks. Dat kan bijna niet. Maar dan moet ik wel inderdaad wat dingen regelen om te zorgen dat, nou, Messi steeds in ieder geval op gang blijft. En ik toch bij mijn dochter en de musical kan zijn, want dat gaat natuurlijk wel voor. Ja. Jij bouwt voort en bent eigenlijk gewoon weer opnieuw begonnen. Dat gaat gewoon zijn gang en nu heel netjes binnen de regels blijven. Ja. Je bent toch heel goed met statistieken. Je hebt hem gevraagd om ook eens even naar onze eigen kraak van het komend weekend te kijken. Ja, want jij bent echt statistieken gek. En Neymar, Messi, Suarez, Ronaldo wat minder. Dat is een ander verhaal. Daar hebben we het buiten de uitzending wel eens over, want daar verschillen we een beetje over van mening. Ajax-PSV, wat zeggen de statistieken? Wat zeggen de sterren? Wat jou laat ik op voorhand beginnen dat voetbal onvoorspelbaar is. Hè? Dat bewijzen ook de statistieken. Ja, precies. Nee, ik heb even gekeken. Wat mij opviel bijvoorbeeld bij PSV in uitwedstrijden. Heel veel scoren. Hè? 23 doelpunten in 7 wedstrijden. Dat is gewoon gemiddeld meer dan 3. Is gewoon dik in orde. Misschien wel de basis voor een titel. Aan de andere kant, de nul houden in een uitwedstrijd. Super moeilijk. Het lukt alleen bij PEC Zwolle. Dus daar zit al een element van oeh. Nou, speel je tegen Ajax en dan weet je dat Ajax in 7 van de laatste 8 eredivisiewedstrijden minimaal 3 keer scoorde. Ga ze maar vragen bij NAC hoe dat voelt. Ja, dan denk je bijna van... Ik voel aankomen, het gaat niet 0-0 worden zondagmiddag. Nee, dat kan bijna geen 0-0 worden. Als het 0-0 wordt, dan is het, ja, dan is er iets verkeerd gegaan in de voorbereiding. Maar eigenlijk wijst alles erop dat dit gewoon maar echt een heerlijke 3-3 of 4-3 of 3-4 kan worden. Dus, waar teken je? Hè? Jij wil tekenen, hè? Voor 3-4. Nou, 4-3. Een leuke doelpuntrijke wedstrijd, zeker. Ik denk persoonlijk, denk ik... dat PSV daar gewoon een punt aan overhoudt aan die wedstrijd. Maar het zal inderdaad geen bloedeloze, saaie 0-0 worden. Dat kan ik me niet voorstellen. Ja, jij bent dan niet iemand die teruggaat tot 1958 en al die dingen. Jawel. Maar meer van deze spelers, deze selectie. Wat zijn daar de elementen ook, van? Ook, kijk, je kan natuurlijk de hele historie erbij halen. Maar dan heb je vaak kom je dan met totaal andere tijden, andere spelers. En je kan ook op allerlei manieren naar een historie van een wedstrijd kijken. Maar afgaande op dit seizoen en dit hoe zijn de ploegen zich gegevens, ja. presenteren nu. We hebben een primeur, we hebben een scoop. Het wordt een doelpuntrijke kraak. 3-3 wordt het. Maandag bellen? We gaan je maandag nog even bellen. Dat is bij deze afspraak. Nog één vraag. Jij bent een Lionel Messi-adept. Ik ook, maar ik ben ook fan van Ronaldo. Jij wat minder. Gisteren is Ronaldo voetballer van het jaar geworden. Als je de statistieken erop naslaat, los van jouw vereering voor Messi, terecht, onterecht? Nou ja, terecht. Kijk, het werkt in het voetbal zo dat als jij heel veel prijzen wint met je club en je bent ook nog eens de uitblinker bij die club. En dat is hij gewoon, want de man is fenomenaal in het maken van doelpunten. Ja, dan valt dat meer op dan Messi die eigenlijk alleen maar veel doelpunten maakt en iets minder prijzen won. He, dus voor mij is dit antwoord ja, terecht. Ja, dat is terecht. En, ik denk voor heel veel mensen terecht, want het de overdaad in stemmen was daar. Dus geen probleem mee. Neymar stads, Suarez stads, Messi stads, Ronaldo stads zal er niet van komen, denk ik. Nee, hou er achter de schermen wel bij, maar nee, ik heb mijn keuze gemaakt. Dus, En hou je het weer vervolgens vast. Doe ik.